Terug op Huis de Vorst krijgen Arno en Sanne een patisserie-workshop van de chef des huizes. En dit groene spul, waar is dat voor? Dat groene doet je, dat is suiker. Suiker? Ja. Ziet er chemisch uit. Suiker is aangekleurd met een levensmiddelenkleurstof, een goede kleurstof. En dat wordt gebruikt als basis voor het suikertrekken. Suikertrekken. En daar kun je hele mooie en westerse dingen mee maken. Het is een heel oud ambacht. Dit heb je daarvan gemaakt? Ja, deze worden gemaakt van deze suiker. Oh, pak je er zo uit. Maar pas op, het is warm. Hey, dit is een soort beeldhouwen met suiker dus. Ja, hard of niet? Nee, lekker. Dat is witte chocola. Ja, dat zie ik. Maar dat kunnen we ook allemaal eten of niet? Ja, Arno, je weet het toch. Bij Sanne draait alles om eten. Lekker eten. Dan kun jij je bezighouden met hoe je al dat lekkers maakt. Terwijl de chef-kok van Ashford zijn best doet om een kunstwerk te maken, stort Sanne zich op de vers gemaakte taarten die eigenlijk voor de bruiloft van morgen bedoeld waren. Nou, dat roosje komt wel goed. Ik vind het even belangrijk, interessant, hè? Ja. Chocola. Dat is heerlijk. Heeft u het gemaakt, ja? Stomme vraag. Tuurlijk heeft hij dat gemaakt. Nee, wauw. Ja. Het lijkt me ook heel erg mooi met kerst. Dat is gaaf.